snelheidsmeter van PSV naar Sparta. Oh, je wordt al getipt voor het Nederlands elftal. Ja, gewoon een beetje raar over, hè? Nou, je staat er en je schiet ze erin, hè? Ja, het gaat nu hartstikke goed. En 7 doelpunten en 5 wedstrijden, dus ik kan niet te klaar. En ja, de getipt voor het Nederlands elftal wordt dus natuurlijk prachtig. Gisteren schoot Ellerman er tegen Volendam 2 in voor Sparta. Sparta won, PSV ook, van Ajax. Maar boven PSV staat nog Sparta. Met 9 punten uit 5 wedstrijden, tot groot genoegen van de trouwe supporters. De talentvolle Sparta-keeper, Eddy de Goeie. Ik moet zeggen, ja, ik krijg nu individual training van Pim Duister. Dat is een enorme stimulans voor hem. En ook, ik ben erg blij daar met Pim, omdat Pim was ook een kanje. En hij kan het overbrengen erg goed op Eddy. En een keeper is altijd een individuele speler. Je hebt 10 veldspelers en 1 keeper. Maar hij reageert erg goed op. En hij is in vorm. En een keeper in vorm is altijd fantastisch. Gaan we naar de spits toe. Jules Ellerman. Ja, Jules. Hij staat in Studio Sport. Werd hij getipt voor het Nederlands elftal zo? Terecht. Terecht. Gaat toch wat ver, hè? Nee. Ja, 7 doelpunten. Ja, wat wil je nog meer, hè? Waar ben je sterk in? Snelheid, overzicht. Inzicht dus ook? Inzicht, vooral, ja. En ben je een goudhaantje? Ja, denk het wel, ja. Kan je hard schieten eigenlijk, of niet? Zou ik niet weten. Koeman die haalde net in Eindhoven 73. Dat moet je maal mijlen doen, dus boven de 100 km per uur. Nou, dat zou ik wel niet halen. We gaan kijken wat jij haalt. Oké. Goed zien, schijt.